2-1 verliezen bij je Eredivisionist RKC. Terecht uitslag? Nou, nee, gelijkspel waren de verhoudingen. We komen na een uur voorsprong via Kevin Meulen, uitstekende goal, 1-0. Vanaf dat moment vind ik het minder bij ons worden. Zetten hun een tandje bij, maken ze 1-1. Ja, dan kabbelt de wedstrijd voort. Krijgen wij een enorme kans met Kevin Kipsluis in de 88e minuut op 1-2. En die wordt prima gepakt door Seda. En in tegenaanval valt hij aan een afstandsschot van 25 meter valt het 1-2 binnen, of 2-1 in dit geval. Dus in dat geval waren 1-1 de verhoudingen beter weergegeven. Bouw je dan nog als je zo'n oefenwedstrijd net in de laatste minuut verliest? Ja, dan bouw je, want verliezen is gewoon vervelend. Ook al gaat het nu nergens om, maar verliezen is nooit leuk. En de jongens hebben alles aan gedaan, dus de jongens hadden er ook de pest over in. En dat moet ook, waardoor je speelt uiteindelijk om een resultaat te halen. En ook dat hoort met een vriendschappelijke wedstrijd, wil je niet verliezen bij RKC uit. Je hebt nu een oefenwedstrijd omdat je een week geen competitie speelt. Wat wil je dan proberen? In eerste instantie je ritme houden. Alle jongens hebben in ieder geval minimaal een halfje gespeeld vanuit de basis. Een aantal jongens een hele wedstrijd gespeeld, zoals Lars Hutte, Jurgen Matthij, Bo de Jong. Omdat die al een tijdje minder gespeeld hebben. Dus die hebben een goede wedstrijd op goed niveau. Nou, je houdt de boel wat scherp en op die manier naar de volgende week toe, naar Volendam. Heb je nu ook nog nieuwe dingen geprobeerd zo tegen het eind van de competitie? Nee, eigenlijk niet. Bo de Jong heeft nog gekiept. Die komt weinig aan spelen toe als tweede keeper zijnde. Jurgen Mentij komt weinig aan spelen toe bij ons. Omdat je als verdediger ook niet zo snel ingebracht wordt als wissel. Dus, en we hebben weinig blessures, weinig schorsingen. Dus ik heb niks nieuws geprobeerd. Nee, het is gewoon hetzelfde beeld, alleen minuten maken. Ook niet tactisch, want ik zag dan de tweede helft Lars Hutte op rechts. Is dat met een idee of is dat gewoon omdat het zo uitkomt? Nee, dat komt zo uit omdat je dan in de organisatie iedereen wil laten spelen. En Lars inderdaad is op dit moment op middenveld geen basisspeler. En dan probeer je inderdaad wel iets uit van over rechts en vanaf links. Heeft hij al een paar keer gespeeld. Dus in dat opzicht zit er ook een idee achter, ja. Heb je het idee dat Excelsior Eredivisie waardig is als je zo'n wedstrijd kijkt tegen RKC? Nou, is moeilijk te meten. Je ziet wel dat het heel dicht bij elkaar ligt. Eerst al spelen hun met de basis en wij ook grotendeels. En dan is het aan elkaar gewaagd. Dan zijn de verhoudingen inderdaad zoals in de rust waren 0-0. Dus het geeft wel aan, mocht je de play-offs halen en tegen dit soort tegenstanders spelen, heb je gewoon een kans. Het is zeker niet zo dat je kansloos bent om dan van zijn ploeg te winnen en eventueel hun uit te schakelen. Dus dat is wel goed om te zien. Die play-offs, dat is het belangrijkste doel nog? Nu, die top 5, is die al binnen of nog niet? Nee, die is al lang nog niet binnen, want we hebben nog een x-aantal wedstrijden. We staan maar volgens mij 3 punten voor op de graafschap die het dichtst bij staat. Dus die is zeker nog niet binnen. Je ziet dan uitslagen elke week in de Eredivisie. Iedereen wint van elkaar en verliest van elkaar ook uiteraard. Dus die is zeker nog niet binnen. We hebben wel veel punten nodig, maar we gaan alles aan doen om wel die top 5 te halen. Want dat is wel een groot voordeel ten opzichte van de nacompetitie. Jullie hadden een hele goede reeks staan. Dan gaat het eigenlijk 2 keer net op het laatst mis. En dan vandaag ook weer. Voel je dat in de ploeg, dat het vertrouwen afneemt? Nee, eigenlijk niet. Fortuna uit was ongelukkig. MV thuis was gewoon slecht aan de bal. Echt slecht aan de bal. Vandaag hebben we gewoon een degelijke oefenwedstrijd gespeeld. Er wordt goed getraind. Dus ik merk nog niet dat het vertrouwen afneemt in de groep, nee.